Met het appverbod kwam er vorige week maandag een nieuwe verkeersregel bij voor fietsers. Ik vroeg in Den Haag aan mensen op straat wat zij over het algemeen van het gedrag van Nederlanders in het fietsverkeer vinden. Het kan beter natuurlijk, met name in grote steden is denk ik het fietsgedrag nogal vrij postig. Met name in Amsterdam, waar ik laatst was. Ik denk dat de meesten zich binnen de perken aan de regels houden. In Amsterdam is het slechter dan in andere steden. Als je op het fietspad rijdt, dan word je er altijd vanaf geduwd door scootertjes of brommertjes of van die wielrenners die maar lang scheuren. En dat is zeer vervelend, is dat. Volgens de mensen op straat is er dus nog een hoop ruimte voor verbetering. Hierover ging ik in gesprek met Jeanette van Hetzelfde van de ANWB. Ja, het klopt dat er heel veel verkeersregels zijn, maar het is eigenlijk net als met een snoeppot met kleine kinderen. Ze weten dat je geen snoepje mag pakken en toch doen ze het. En dat is voor oudere mensen in het verkeer net zo goed, of eigenlijk voor alle mensen. Je wil ergens naartoe, je hebt haast en dan vergeet je even die verkeersregels. Ja, afgelopen maandag is het appverbod voor fietsers ingegaan en die krijgen nu ook een boete van €95 als ze op de fiets met hun telefoon in de hand zitten. En dat vonden we zeker nodig dat dat gebeurde, want ook op de fiets moet je al die aandacht erbij houden. Je bent verkeersdeelnemer, dus je moet gewoon zorgen dat je ook dan echt bewust deelneemt aan het verkeer. We doen heel veel om het fietsverkeer en het verkeer in het algemeen veilig te maken, want we willen graag naar nul verkeersdoden in de toekomst. We richten ons al op hele kleine kinderen met programma's op school, Streetwise heet dat, waarbij ze veilig leren oversteken, waarbij ze leren met een zware rugzak te fietsen. We hebben fietsverlichtingscampagnes in het najaar om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun fietslichten aanzetten. En aan de andere kant, dit is natuurlijk allemaal over gedrag waar we het nu over hebben, maar de infrastructuur die moet ook worden aangepast. Want het past gewoon niet meer met al die fietsers in de stad. Die fietspaden zijn lang geleden aangelegd en je ziet nu dat het allemaal te smal wordt. De fietspaden zijn te smal en er komen steeds meer fietsers bij. Dus ook daar moet iets aan gedaan worden.